helemaal uit Apeldoorn. Ja. In ieder geval bij Apeldoorn. Ja. Ja. Klopt. Hoe haal je het in je hoofd om vanuit daar, zeg maar, vanuit Apeldoorn deze kant op te komen? Ja, twee vrienden van mij die hebben ooit een keer meegedaan. Die hebben die mensen van hier leren kennen in een feestje. En vorig jaar zeiden we van ja, als het weer is, dan gaan we meedoen. En ja, toen hebben we de trekker gekocht. Klaargemaakt, nu zijn we hier ook. Je hebt de trekker gekocht? Ja. Mag ik vragen wat je ervoor kwijt was? Ja, deze gaat over de 15.000 heen. 15.000, toch wel? Ja. En het is een? Usus uit Polen. Een Usus uit Polen, oké. Okay. Ja. Maar je zei al, ja, volgens mij begeeft hij het bijna weer, maar hij is heel moeilijk te starten. Ja. Als hij gaat staan, dan doe je niet aan deze sterrit mee. Nee, nee, nee. Nee, ja, het is een werkje, maar... Ja. Hoe lang ben je onderweg geweest? Bouwkou ongeveer 4,5 uur. En wanneer ben je vertrokken? Hoe zei je dat? Wanneer ben je vertrokken? We zijn gistermiddag om 4:30 vertrokken en om 9 uur reden we hier in Lievelde. Nou hier ergens op een camping? Ja, we staan even een weekendje op de camping en dan gaan we weer terug. Okay. Nou ben je dus niet hier alleen, zeg maar, uit jezelf, maar je bent hier ook met ja, ik heb een stel vrienden mee en dat gaan we zelf een weekendje van maken. Dus dit jaar maar geen zwarte cross, maar je doet mee aan de sterrit. Nee, geen zwarte cross helaas, maar wel iets anders. Ja, precies. Ja, wat houdt het in? Wat houdt het in? Hoe is het begonnen? We zaten met een groepje jongens in de kroeg. Heel divers groepje van allerlei leeftijden. En ja, er gebeurt er weinig. Wat kunnen we gaan doen? Ja. Wil je wel gaan doen? We gaan een trekkersterrit organiseren. En dat is in 2013 geweest. En ja, zo heel gezegd, klein, hè? Heel klein. Een paar trekkertjes. Was er achter bij het plaatselijke café. Ja. Nou, en het jaar erop. Kunnen we ook meedoen? Ja, zeker. Zeker kan dat. En ja, inmiddels is het ooit gegroeid. Vandaag hadden we 220 trekkers in 3 verschillende klassen. Ja. We hebben eigenlijk een goede maand geleden nog maar hebben een vergadering gehad met z'n allen. Hebben we eigenlijk gezegd van, als we moeten testen voor toegang, dan is het voor ons gewoon onhaalbaar. Want we hebben niet de doelgroep wie bijvoorbeeld naar een Pinkpop C wil of zo. Nee, die willen dat niet missen. En die hebben daarvoor over om heel lang te gaan rijden en testen doen en kosten voor te maken. Dus hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. En tot onze grote verbazing met de bekendmaking van 13 augustus de regels, was het niet nodig. Mm-hmm. En dan kon je als je gevaccineerd was, een coronacheck had of hersteld was, in ieder geval met een geldige Nederlandse QR-code, mocht je een festival doen tot 750 man. En toen hebben we ons even achter de oren gekrapt van ja, wat doen we nou? Want we waren nog vrij weinig geregeld. Maar toen hebben we toch gezegd, ja, we zetten de schouders eronder. Het wordt een hele klus en dat is het ook echt wel geworden. Ook om een vergunning te krijgen. Hè. Gemeente is heel welwillend. Maar die hebben natuurlijk ook de nodige vragen en terecht. Hè. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk. Dus er is heel veel tijd in overlegging gaan zitten. Maar ja, we hebben het rond kunnen krijgen. En ook met allerlei instanties, GGD en de GOR, wie je nog een zegje erover willen doen. Daar zijn mensen heel erg druk mee geweest, maar we zijn erin geslaagd. Kijk, nou ben je zeg maar klein begonnen. 13 jaar geleden, wat zei je nou? Nee, 2003. Oh, 2003, dus, oké. Okay. Ja. 13, zo 2013. Ja, oké. Okay. Maar je bent nu... bij van wat je hebt, of wil je nog groter? Nou, we mogen vandaag 750 man. Ja. Dat kunnen we goed handelen, maar dat is ook eigenlijk wel waar wij ongeveer op zouden willen zitten. Okay. Wij hebben nu hier buiten een afdak gemaakt, hè, want het is geen tent, want het is open, ook allemaal voor corona. Normaal is het in de bedrijfszaal van Lensink. Ja. Dat is ongeveer dezelfde grootte. Daar zouden we ook 700-800 man kunnen laten. We hebben niet de intentie om veel groter te gaan. Tot slot, volgend jaar neem ik aan dat je uiteraard weer zegt van ja, we gaan gewoon door. Ja, zeker. Het laatste weekend van augustus, 9 trekkersterren in een trekkerbal. Kijk,